Volgens mij ben ik er. Oké. Een beetje schuiven. En ik moet even in de gaten houden. De melding heb ik nog niet gehad. De meeste van jullie weten dat inmiddels. Als je me ineens niet meer hoort. Maar ik moet dus even mijn telefoon in de gaten houden. Of die dat nog gaat doen. Dat is altijd maar de vraag. Ik heb hem nog niet voorbij zien komen. Goedenavond, ik ga eerst even kijken. Vero, Tonnie, Maartje, Mieke, Mimi, Herma, hoi. Goedenavond. Nou, het is vandaag iets minder slecht weer, geloof ik, als van de week. Wanneer was ik live? Maandag, geloof ik, hè? Maandag, toen was het slecht weer. Maar op dit moment is het redelijk hier buiten. Vanuit de zolderkamer gezien. Yes, daar ben ik weer. Dat duurt altijd even. Er zit natuurlijk een kleine vertraging in. Maar nu ben ik er weer. Goed dat je het even zegt, Elise. Bedankt. Dan zit je heel de tijd bovenop die camera te kijken. Als er iemand heel technisch digitaal onderlegd is, dan hoor ik het graag een keer. Maar ik krijg het dus ik krijg het niet voor mekaar om om dat te laten verdwijnen. Voorheen, ik heb diverse, althans ik film met een iPhone die ik daar eigenlijk alleen maar voor gebruik. En ik heb een, als het goed is moet je nu weer geluid hebben. Als het goed is, iedereen? Klopt dat? Ja toch, hè? Hopelijk. Want anders hebben we een ander probleem. Nee, ik geloof dat ik te horen ben. Maar mijn eigen iPhone, waar ik gewoon mee bel en andere dingen mee doe, daar krijg ik tegenwoordig de melding ook. Dat had ik voorheen niet. En dat is eigenlijk wel logisch, want iPhones zijn altijd geconnect onderling. Dus dat is wel logisch eigenlijk. Maar met het filmen is het natuurlijk heel vervelend. Normaal krijg ik hem altijd wel voordat ik inschakel. Dan kan ik hem wegklikken en dan heb je dat probleem niet. Maar ik kijk natuurlijk niet bovenop mijn telefoon. Dat is het vervelende. Ik zit naar de laptop of de iPad te kijken en op mijn werk. Dus dan zie ik dat niet altijd. Maar dan ben ik blij als jullie het zeggen. Ik krijg dan vanzelf wel opmerkingen van je bent niet te horen. En dan klik ik het weg en dan is het over. Hey Vera, Carrie. Ik heb inmiddels de nodige mensen gemist met mijn gekwetter. Katinka, Terry, Willa, Ria, Treintje, Caroline, Tony. Nou, oké. Allemaal welkom. We gaan lekker gauw beginnen, want we hebben weer het nodige te doen. En meestal krijg ik het nooit precies in 1 uur voor elkaar. Dus dan doe ik het altijd even wat langer. Vind ik ook niet erg. Ik zit hier nu toch. Goed, de kaarten met de marmertechniek. In het verleden heb ik deze techniek wel eens eerder gedaan. Alleen niet hier op met een live, maar in een workshop. Dus sommige van jullie kennen de techniek. En in dit geval heb ik er ook een van Penny Black's mooie brushstempels bij gebruikt. De Idyllic. Ook zo'n ontzettende leuke stempel. Ik vind sowieso al die brushstempels van Penny Black ontzettend leuk om te gebruiken. Nou, ik leg ze eventjes aan de kant en dan ga ik even laten zien welke stempels ik allemaal gebruikt heb. Om te beginnen is dat de Marmer Set. Hè, dat is eigenlijk natuurlijk waar het even om draait. De Marmer Set van Waffle Flower. En jullie zien hier ook, dat zit lekker aan mijn sheetje geplakt, allerlei blokjes liggen met stempeltjes. Ik stempel dus met de marmer techniek, niet met de stempeltool. Maar ik stempel gewoon met acrylblokjes. Hoi Ideke! Nou, dit is de Idyllic, de brushstempel die ik dan gebruikt heb. Ilse heeft hem ook al een keertje gebruikt. Hey Nita, Brigitte, hoi, goedenavond en naamgenoot. Ilse heeft hem ook een keer in een live gebruikt. Dus ook leuk om, als je die mogelijk gemist hebt, wat ik denk, niet denk, maar als je hem gemist hebt,
Kun je hem ook nog terugkijken natuurlijk. Dan krijg je ook wat meer ideeën wat je allemaal met die stempel kan doen. En dat is best veel. Maar ik vind hem, hij is puur wel het leukst met noem je het, waterbasistechnieken. Daar is hij wel heel leuk voor, vind ik. Dus dat is deze stempel. En dan heb ik het leuke setje gebruikt van Ikglijd toen ik hem zag verschijnen. Erg leuk. Noodbeelder heet het. En dan is het just a note. En dan kan je zeggen to say hello, to say I care, to send hugs, to say thanks. Nou, allerlei tekstjes die dan passen bij just a note. Er is ook een hele leuke snijmal van trouwens. Die heb ik niet. Maar dan kun je je kaart insnijden en dan staat er met grote letters note. Ook leuk, combinatie. Maar goed, dat is even terzijde. Ik ga eerst even hierover hebben. Over de marmerstempel. Nou, ziet er vrij ingewikkeld uit, denk ik. Sommigen van jullie hebben hem natuurlijk, sommigen hebben hem aangeschaft. En er is ook een, als die er nog is, ik zal hem nog wel opzoeken, dan zet ik de link er nog wel even bij. Er is ook een filmpje van Waffelflower zelf daarover, maar die gebruiken hem op een hele andere manier. Op de manier waarop waarschijnlijk de stempel ook bedoeld is. Hij is verdeeld in categorieën. Een A-categorie, een B-categorie, een C-categorie, die heb ik groen gemaakt. En een D-categorie, die heb ik oranje gemaakt. Om het even een beetje overzichtelijk te krijgen. Dus de B heb ik roze, groen, oranje. Het A-stukje, dat staat er ook bij, is een standalone piece. Dus dat hoef je niet in principe over elkaar heen te zetten. Nou gebruik ik die hele set ook niet per se om over elkaar heen te zetten. Hooguit een enkel stukje, maar ik vind het een enorm gepriegel om dat precies over elkaar heen te krijgen in die vakjes. Vond ik niet zo en ik vind het effect dan ook heel statisch, moet ik zeggen. Dus ik ben daar vanaf gestapt. Ik ga het op mijn eigen manier een beetje doen. Maar je kan dat filmpje nog wel terugzien. Dus wellicht leuk. Nou, als ik het een beetje uitleg, hier heb ik bijvoorbeeld de B-categorie. Die heb ik voor mezelf op blokjes gezet. Dus ik het B1-stuk heb ik eventjes op mijn blokje B1 gezet, het B2-stuk en het B3-stuk. Nou, zoals hun het gebruiken, hè, als ik hem hier even overheen leg, dat is het B1-stuk, dan zie je dat die roze markering die hierin staat, dat is dus het B2-stuk. Dus als ik B2 met een donkere tint ga stempelen, kan ik hem precies in mijn B1-stuk leggen. Ja? Dus dat is B2, dat is deze. Als je dan in B2 kijkt, ik zal een stukje dichterbij houden, dan zie je hier ook roze vulling zitten. Nou, die roze vulling is dan de B3. In de B3 zit geen vulling meer, want dat is het laatste stukje. Dus B3 is dit stuk. Als ik dat op de B2 leg, dan vult hij dus die stukjes in daar. Nou, je kan je voorstellen, als je ziet hoe inimini die stukjes zijn, dat dat best even lastig is. Als je het echt precies in elkaar wil hebben. Maar het kan. Dus dat is even de uitleg over de volgorde van stukken. Bij de C-stukken werkt dat precies hetzelfde. Grootste stuk, iets kleiner, nog meer klein. En onderin het D-stuk. Nou is het ook zo, dat zag ik eigenlijk toen destijds, want ik heb die set al heel lang, zag ik later. Het C-stuk is een kantstukje. Net zoals met puzzelen, die heeft zo'n recht stukje hier en een recht stukje daar. Nou, het is niet leuk als je dat midden in je kaart zet, want dan heb je die afgevlakte stukken. Tenzij je dat wegpoetst. Dat kan natuurlijk ook, hè. Je kan vele manieren kan je dingen toepassen. En het D-stuk heeft dat ook. Die heeft ook die rechte stukken. Dus die twee zijn heel geschikt om aan de kanten van je kaart te gebruiken. De B en de A, die zijn eigenlijk gewoon voor midden in de kaart. Goed, dat is eventjes de uitleg voor dit gebeuren. Ik laat mijn blokjes even allemaal in de buurt liggen. En dan gaan we de inkt erbij pakken. Ik heb nu gebruikt de Oxydus. Die zijn daar erg mooi voor, vind ik. Deze niet trouwens. Want die geven zo'n mooie chalkachtige. Goedenavond, Viola. Ik heb er nog meer voorbij zien komen. Ella, Jessie, Edini, hoi. Die geven zo'n mooie chalkachtige finish.
Dat kun je natuurlijk ook doen met bijvoorbeeld VersaMagic. Noem nog eens wat. VersaColor. Kortom, inkten die een mooie, zachte tint geven. Je zal het ongetwijfeld ook prima met aquarel kunnen doen. Maar goed, daar gaan we het nou niet over hebben. We werken vandaag met de oxides. Deze kleurstelling die ik nu heb gebruikt, die zie je hier. Die gaan we vanavond doen. Is vrij zacht. Bij mijn tweede kleurstelling heb ik ook de Hickory Smoke gebruikt. En die geeft een donkerdere ader. Dus als je zegt, ik vind juist mooi dat er meer contrast nog in de marmerachtergrond zit, kun je natuurlijk nog een donkerdere tint erbij pakken. En daar zou je in dit geval bijvoorbeeld de vintage foto bij kunnen nemen. Ik noem maar wat. Maar we gaan eerst een achtergrondje maken. Ik ga dit even opzij leggen. En dan pak ik even mijn knoei. Even kijken, mijn knoeisheetje erbij. Zo. En dan leg ik mijn blokjes even een klein beetje uit de weg. Zo. Hopskee. En even mijn papier. Nou, voor degene die graag nog de maat willen weten. Ik weet eigenlijk niet meer of ik die er nou bij had geschreven. Ik heb in dit geval heb ik de kaart 11 bij 19 gemaakt. Als je precies een slimline kaart zou willen maken, dan kun je hem natuurlijk kleiner maken. Maak je hem 10 bij 20,5, wordt die smaller. Maar ik vond dit eigenlijk wel een fijn maatje zo. Het opzetten van de inkt had ik ook bij de materialen gezet. Kun je doen met een groot acrylblok. Je kunt het doen met een transparant sheetje. Je kunt het ook doen met je jellyplate. Hè? Als je zo'n maatje ongeveer hebt of een grotere jellyplate. Daar kun je het ook mee doen. Dus verschillende manieren om je inkt op te brengen. En je kunt ook je inkt op je craftsheet zetten. En je kaart er doorheen halen. Kortom, ook daar zijn vele wegen die naar Rome leiden. Ik ga het even doen met het acrylblok. En ik begin even met de lichtste tint. In dit geval is dat die Antique Linen. Even wat kleur erop zetten. De Tattered Rose. Een mooi zalmkleurtje. Dus ik hou de basis van de achtergrond hou ik eventjes licht. Goed. Dan pak ik mijn waterspray. Ietsje nog naar boven schuiven, zie ik. En ik spray dit nat. Niet zo nat dat het gelijk een enorme plas is, maar wel dat die flink vochtig is. En dan meestal pak ik even een penseeltje. En waar ik denk, nou, er zitten echt die enorme vierkante of rechthoekige vormpjes in. Doe ik hem even een klein beetje met een penseeltje. Een klein beetje uit. Rommelen. Als ik hem nou opzij hou, ik weet niet of jullie dat kunnen zien in de camera, dan zie je dat die aardig vochtig is. Niet zodanig dat hij er gelijk afdruipt. En wat ik dan ook doe, is mijn kaart zelf. En ik heb in dit geval heb ik gebruikt het papier van de duif zelf. Aquarelpapier 300 grams. Die spray ik ook vochtig. Nou, als ik die eventjes in de camera hou, kunnen jullie het goed zien, denk ik. Even kijken. Het duurt altijd even voordat ik het zelf zie. Zie je het? Dan zie je dat die aardig nat is. Dan pak ik mijn blok. Ik draai hem om. En ik zet hem op mijn achtergrondje. Beetje aandrukken. En dan pak ik even een tissue. Draai hem even om. En ik haal hem er eigenlijk altijd zo vanaf. Omdat als ik nu mijn kaart eraf haal, dan blijft er niet een enorme plas op mijn kaart staan. Als ik dat andersom doe wel. Is ook niet zo erg, want je kan het eraf laten lopen. Maar ik vind dit altijd wat makkelijker. Kan ook als ik zeg van nou, ik wil nog wat kleur erbij. Dan gooi ik er gewoon nog wat op. Beetje een restantje. Je zou er denk ik zelfs nog wel een kaart
op kunnen leggen. Die wordt dan wel een stukje lichter. Maar je kan hem natuurlijk twee keer verwerken. Hey, ik zie Celeste. Hey Celeste, goedenavond. Inge, hoi. Thea, Ria, Fenna. Nou, leuk dat jullie gezellig even meekomen kijken. Sommigen misschien meedoen. Ik weet van één iemand die meedoet, maar van de rest weet ik dat natuurlijk nooit. Over het algemeen kijken mensen vaak eerst. Zo, een klein beetje wegdeppen. En dan zie je allerlei mooie lichte tintjes ontstaan. Dit zijn kleuren van de oxiden die niet heel erg uitbreken in verschillende kleuren. Maar die heb je natuurlijk ook. Zoals die Shaded Lilac, waar ik die andere kaart ook mee gedeeltelijk mee heb gedaan. En de Hickory Smoke. Dat zijn kleuren die vaak ook nog een beetje uitbreken in een paar verschillende tintjes. Ik ga deze even drogen. Ik wil om te starten maar even een droge achtergrond beginnen. Je zou ook gelijk kunnen gaan werken in de vochtige achtergrond. Is ook nog een optie. En het leuke vind ik altijd sowieso met als je ergens inspiratie op wil doen. Zoals met marmer achtergronden is het leuk om even te googlen of op Pinterest te kijken. En eens te kijken wat voor kleuren marmer zijn er nou allemaal. En wat voor patronen hebben ze. Hoe lopen de patronen. Soms is het leuk om een beetje houvast te hebben. Je kan het ook natuurlijk helemaal naar je eigen idee doen. Maar ik vind dat altijd wel leuk om eventjes te kijken. Hoe zit iets nou in elkaar? En hou ik me daar dan aan of ga ik gewoon wat anders doen? Dat kan ook natuurlijk, hè? Goed, nou, ondergrondje is gemaakt. Mooie zachte kleurtjes. En dan ga ik beginnen met het kantstukje. Dat kantstukje, ik leg dit er weer even bij, zo. Hoppakee. Dat is de C-serie. En dan is de C1 is natuurlijk het grootste stuk. Platte stukje hier, platte stukje daar. Dus die past bijvoorbeeld perfect hier in het hoekje. Goed, nou om te beginnen. Denk ik, pak ik de... Wat zullen we ze doen? Even kijken hoor. Laten we de pumice stone beginnen. Even je stempel lekker beinken. Wat ik dan doe, is hem van een afstandje, kunnen jullie niet zien natuurlijk, maar met mijn waterspray geef ik hem een neveltje, dat hij een beetje vochtig is. En dan moet ik even erboven hangen, dat ik niet... Zo. En zet ik vast een patroontje erop. Nou, als ik op een gegeven moment denk van, ik vind het patroontje te hard, of wat dan ook kan... Dan kun je hem allereerst een beetje afdeppen. Maar je kan hem bijvoorbeeld ook nog even water geven. Zou ook nog kunnen. Meestal is afdeppen genoeg. Maar als je zegt van ik wil hem wat meer laten verlopen. Kun je hem natuurlijk vochtiger maken. Ik ga hem nog een keer beinkten weer met de pumice. Zo. Weer een beetje water. Hoppakee. En dan ga ik hem aan de andere kant zetten. Aan deze kant, platte kantjes tegen de rand aan. En wederom. Oké. Nou, op zich zou die dus ook zo nog kunnen en zo. Ik kan hem ook in een hoekje zetten, zodat mijn rechte randjes buiten de kaart vallen. Kortom... Je kan daar verschillende manieren kan je daar natuurlijk mee spelen. Even kijken, wat zullen we doen? Laten we hem even bij deze houden. En dan gaan we even naar dat andere kantstuk. Moet ik hem even opzoeken. Die zit hier, de B. De D, sorry. Het D-stukje, dus die hier onderin zit. De D. En ook die doe ik eventjes met de pumice beinkte. Een klein beetje nat. Hey Henny, goedenavond. Eens even zien. Die ga ik hier
bovenaan zetten. Hier een stukje en ik zet hem ook nog even onderaan. En aan deze hoek. Nou, daar is die wat lichter, zie je. Daar was die ook wat natter. Dus alles hangt af met hoeveelheid water, hoeveelheid inkt. Of die echt een heel duidelijk patroon geeft of dat die eigenlijk een beetje wegvalt. Even mijn doekje pakken. Ik kan hem er nog een keertje overheen zetten. Even kijken. Ik kan hem niet echt heel makkelijk boven hangen, maar ongeveer zo. Nou, stel dat ik zeg, ik vind dit te donker, kan ik hem ook nog een klein beetje laten verlopen door hem een beetje water te geven. En hem een beetje weg te deppen. Kortom, daar kan je een beetje mee spelen. Een beetje uitproberen, dit soort dingetjes. Goed, dan gaan we eerst naar het, ja, hoe zal ik het zeggen, het grote patroon. En daarna zal ik ook nog wat van die donkere kleurtjes. Sorry. Donkere kleurtjes in het patroon zetten, zoals hun het eigenlijk een beetje bedoeld hebben natuurlijk. De D, even alles een beetje bij elkaar houden. Het A-stukje hebben we het stuk wat eigenlijk op zichzelf staat. Dus in dit geval eventjes met de pumicestone, weer een klein beetje water. En waar ga ik dat zetten? Dat is af en toe gewoon even kijken van hoe wil ik mijn patroon laten lopen. Een stukje hier naartoe, een beetje een soort verbinding maken met het een of het ander. Hier vandaan een stukje. En dan ga ik terug naar de andere serie, naar de B-serie. Daar is dat grote stuk van, dit stuk hier, de B1. En dat is dus geen kantstuk, maar dat is een stuk gewoon tijd voor koffie, zie ik staan. Ja, tijd voor koffie. En James, ja, James is er niet. James is zingen. Die is weg. Dus ik heb geen koffie. Dus ik moet het maar met mezelf doen en een beetje water. Dit is altijd op de zaterdag vast te prikken. Hé, hey Angelique, goedenavond. Zaterdag, dan is het koffie met James. Goed, middenstuk, ook weer met de pumicestone. En ik probeer een beetje een soort van ja, richting aan te houden. Dat het niet al te, hoe zal ik het zeggen, al te rommelig wordt, voor mijn idee dan althans. Hè. Goed, hebben we daar nog een stukje. En dan is het mooi om hier ook, denk ik, nog een stukje door te laten lopen. Dus even kijken waar ik dat mee ga doen. Soms pak ik daar dus de tweede stukjes voor. Dit is de B1, die leg ik weer even terug. En dan ga ik even naar die C2. C-serie en dan het stukje eigenlijk wat in het patroon van de C1 zou moeten komen. Maar dat gebruik ik dan als een los stuk om een soort verbinding te maken. Ook die doe ik weer beïnkten met de pumicestone. Weer een beetje water. Hoppakee. En die ga ik, even kijken, een beetje draaien. Die ga ik hier neerzetten. Dat hij net zo'n klein soort verbindingje maakt. Soms is het wel leuk, zit er nog een beetje op om hier en daar nog een ander stukje neer te zetten. En dan gaan we eens eventjes naar die vulling. Want die C2 die hoort dus in, althans hoort, hè, volgens de stempelfabrikant die hem ontwikkeld heeft, of de ontwerper, hoort de C1 in de C2. Nou, hier staat mijn C1 natuurlijk op de kop, dus ik moet ook mijn C2 op de kop houden. In dat geval is dat wel makkelijk te onthouden natuurlijk. Dus in principe komt dit dadelijk, dit stukje, hierin. Dus ik ga deze, ga ik eventjes met, dus even kijken, wat voor kleur gaan we hierbij pakken? De tie-dye. Ik pak hier even de tie-dye voor.
een stukje C2 in dit geval. Pak ik de tea-dye. Ik spray hem ook weer een klein beetje vochtig. En hij moet dan op zijn kop. En soms doe ik dit ook hoor. Dat vind ik voor mezelf makkelijker. Draai ik dat om. Dan denk ik, oh ja, zo zit hij. En dan komt dit, komt hierin. Dus dit komt ook daarin. Nou, je ziet het eigenlijk wel. Want je ziet een beetje waar de openingetjes natuurlijk zitten. En waar alle flubbertjes zitten. En dan nogmaals, ook al is het niet helemaal precies. Het geeft altijd wel een leuk effect. Hoe je het ook doet. Dan gaan we even naar deze. Die draai ik hem eventjes om. Ik beinkt hem weer eventjes. Weer een klein beetje water sprayen. En hier gaat hij natuurlijk ook op dezelfde manier. Eens even kijken. Hier ergens, ja. Af en toe even zoeken waar die precies zit. Even kijken, daar. En daar. Oké. En hier zetten we hem er ook weer overheen. Goed. Nou, we hadden twee van die stukken. En dan gaan we even naar dat grote middenstuk toe. Dat was de C-serie. Draai hem weer even terug. Nee, dat zeg ik verkeerd. De B-serie. BB. Dus dat was B1. B1 heb ik hier op deze manier opgezet. Dus ik ga naar mijn B2 stukje. Even kijken waar ik die zo gauw verstopt heb. Hier, B2. Hier hebben we de B2. Nou, en die gaat natuurlijk in dat, zo, dit stuk. Ik kijk altijd eventjes weer naar de tekening. Hij staat hier natuurlijk ook, op deze manier staat hij op mijn kaart. Dus dan verplaats ik hem altijd even. En dan kan ik precies zien, die moet hier aan die bovenkant komen. Nou, ook hier weer pak ik weer even de tea-dye. Ik geef hem weer even een spritsje. B2, B1. Ga ik even goed kijken. Ik moet een beetje boven hangen. Uitkijken dat ik niet met mijn hoofd tegen mijn camera aan zit. Het is in dit geval een beetje met handicap werken. En komt hij ook weer in dat gebied te liggen. Maar nogmaals, het is niet echt een must, vind ik, om dat per se te doen. Je kan het ook daarnaast zetten of een beetje als een los stukje, zeg maar, gebruiken. Ook dat kan leuk zijn. Huppakee, zit nog een beetje inkt aan. Klein beetje daar zetten. En zo speel je eigenlijk een beetje door. Nou hebben we die B2 gehad. Als ik nou B3 zou gebruiken. Dat zijn die laatste pikkeltjes. Hè, dus dit stukje. En die valt natuurlijk weer in de B2. Dan zou ik natuurlijk kunnen zeggen van ik pak daar een donkerder tintje voor. Die had ik niet bij de materialen gezet. Die heb ik nu nog even erbij gepakt. Ik heb de vintage foto daar even voor genomen. Ook die spray ik weer even vochtig. Zo. De B3. Die komt hier natuurlijk in. Moet ik even goed kijken ook weer. Waar die precies zit. Zoek. Zoek en gij zult vinden. Zit ik nou goed? Even kijken hoor jongens. De B. C. 2. Hier was de 2. Dus die komt ook zo. Oké. Hupsakee. Nou, die is erg nadrukkelijk aanwezig. Dus ik geef hem even een beetje water. Dat hij een beetje uitvloeit. En dan droogt hij dadelijk ook wat zachter op. Sowieso altijd met oxides. Dus dat is altijd wel leuk. Maar je ziet dat het wel een leuk effect geeft. Dat er dus wat meer contrast in het hele gebeuren gaat komen. Dan ga ik gewoon even kijken waar ik die andere stukjes in ga zetten. Ik ga hier nog wat inplanten in dit stukje. Ik pak ook weer even de tea-dye. Je zal zien als ik hem niet nat spray, dat hij dan wat scherper blijft. Soms is dat leuk. Dat is net eventjes wat voor effect je wil bereiken. Klein stukje hier. En ook daar kun je natuurlijk zeggen van, ik spray hem even een heel klein beetje vochtig.
Nou, je ziet hier dat die vintage foto wel een leuk effect geeft. Sorry. Je hoort, het is nog niet echt over. Ik neem even een slokje water. Even een klein beetje keel smeren. Zo. En dan wil ik toch met de vintage foto even wat extra effectjes. En ook met de tie-dye even wat extra kleur nog erin aanbrengen. Ik pak eerst de tie-dye. Dan pak ik dat C2 stuk. Dat gebruik ik veel voor gewoon los te gebruiken. Omdat ik dat wel een leuk patroontje vind te hebben. Ook weer even een beetje vochtig sprayen. En dan ga ik even kijken waar mis ik iets. Even kijken. Dit stukje. Klein stukje. Hij is hier nu heel nat. Maar dat geeft niet. Dat is op zich prima. Nog even een klein beetje. En een klein stukje hier overheen. Oké. En nog een heel klein stukje hier. Alright. Nou, het stuk waar die bijvoorbeeld te nat is. Dus ik denk van een klein beetje sprayen. Mag een beetje uitvloeien. Dan geef ik hem gewoon nog ergens een tintje. Dan moeten we nog wat eventjes met de donkere tint doen. Dan ga ik eventjes kijken. Je kan zeggen van nou, ik zet alleen wat van die puntjes. Zo'n derde stukje. Ja, dat zijn die kleinste stukjes. Zoals in zo'n hoekje hier bijvoorbeeld. Klein beetje uit laten lopen. Pakken we hem daar nog een stukje. Klein beetje uit laten lopen. En zoals hier heb ik een heel klein stukje. Dat is de D3. Dus je ziet dat ik niet alles op dezelfde manier verwerk zoals eigenlijk de makers bedoeld hebben van deze stempelset. Eens even kijken. Ja, donkere kleurtjes. Je kan hem natuurlijk zo donker maken als je wil. Maar ik hou een beetje het idee aan van wat ik gedaan heb. Het is echt vervelend, maar het is niet anders. Zit hier nog een hoop gespet erop, maar eens even kijken, B2, oh ja, Bassie en Adriaan, inderdaad ja. Wij zijn wel een beetje van dezelfde generatie, denk ik. Ik kan me dat ook wel herinneren, B2, B1. Goed, hier zit nog goud op. Ook wel heel leuk om wat adertjes met goud aan te brengen. Dat heb ik bij die paarse kaart niet gedaan, maar bij deze heb ik dat wel gedaan. Nou, gaan we even kijken, want dan moet je ook een subtiel stukje hebben. Nou, daar kom ik steeds weer op de C2 of de B2. Ik kan het nou niet meer zeggen zonder te lachen waarschijnlijk. Kom ik weer op die stukjes terug. Dus dat kan je met goudkleurige stempelinkt doen. Je kan het doen met een beetje verdunde acrylverf, maar dan moet je wel gelijk je stempel goed schoonmaken. Je kunt het doen met de Fintech. Dat idee had ik eigenlijk. Ik denk, weet je wat? Ik pak mijn Fintech. Ik pak goud. Maakt niet uit welk goud. Of nou het iridescente goud is. Of gewoon dekkend goud. Dat kan allemaal natuurlijk. En dan breng je met een kwastje. Breng je even wat verf op. Op je stempel. Even kijken waar ik mijn penseel heb gelaten. Hier. Die had ik natuurlijk gebruikt. Om de distress wat uit te vreubelen. Ik ga dit even een beetje aan de kant leggen, want er komt nou steeds meer op tafel. Hebben jullie daar ook altijd last van? Dat op een gegeven moment alles om je heen vol staat. Je denkt van jeetje. Nou, moet ik even kijken. Als mijn achtergrond nog erg nat is, wat die nog wel is, doe ik hem eerst even een beetje drogen. Want anders, zodra ik dan mijn goud erop zet, dan vervloeit die erg. Dus ik maak hem even wat droger. En dan zie je ook gelijk dat hij
In zijn geheel wordt hij dan weer wat tjalkachtiger, wordt hij weer wat lichter. Nou, als je papier op een gegeven moment lekker krom gaat trekken, altijd even aan de achterkant. Hoe kun je Miranda nou... Ik was je vergeten. Hoe kun je me nou vergeten? Wie vergeet mij? Het is toch wel erg mooi. Wat bedoel jij, Celeste? De kleurtjes of... Die kleuren zijn wel aanlokkelijk. Van de distress oxide bedoel je, neem ik aan. Of bedoel je de fintech? Maakt niet uit. Er was iets wat je wel aanlokkelijk vindt, begrijp ik. Goed, mijn penseel een beetje vochtig gemaakt. Ik vind het altijd fijn om daar een beetje zo'n kattentong penseel voor te gebruiken. Er zit een beetje een puntje aan en hij heeft een plat vlak. Dit is eentje van een onbekend merk van een winkel die niet meer bestaat. Maar de duif heeft hij ook van de Da Vinci Casaneo. Dus als je zegt van zo'n penseel heb ik nog niet. Ik vind ze ideaal om je verf op je stempel aan te brengen. Nou, ik pak wat van die dekkende goud. He, welke goud dat nou precies is, weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar dat de dekkende goud gewoon. En daar doe ik even mijn stempel mee in chatten. Even dat C2 stukje. Hoppakee. Dan pak ik er een penseel ook bij. Waar is die hier? De Ultramini Silverbrush. De Script Liner. Of de Script. 2407S is dat. En daar zit zo'n heel mooi, lang, dun, ik weet niet of jullie zo goed kunnen zien, lang, dun penseeltje zit eraan. Nou, gaan we even kijken. Waar ga ik goud neerzetten? Een beetje zo aan de rand. Een beetje daarheen. Zo. Oké, goud. En dan ga ik met die dunne scriptliner, ga ik wat van die lijntjes, ga ik doortrekken of tekenen. Gewoon een beetje friebelen. Dat is ook maar net hoe nat mijn goud is. Of ik daar nog makkelijk mee verder kan. Of ik goud bij moet pakken. Gewoon een klein beetje. En daarvoor is zo'n hele dunne penseel fijn. Want je wil daar geen echte dikke lijnen op zetten. Een beetje meer water. Oké. Pakken we hem even nog een keertje aan de andere kant. Nog een beetje goud. Ik zal hem nog even een beetje nat sprayen. Dan is die ietsje vochtiger. En dan zullen we... Ja, daar komt eigenlijk de bloem te zitten. Dus dan zie je het niet zo. Dus ik denk dat ik hem maar eventjes... hier opzet. Zo, nu is die heel nat. Er staat nu een hele plons staat erop. Maar op zich niet erg. Dan heb ik even wat meer om verder te tekenen. En ik kan hem ook nog wegdeppen als ik dat wil. Gewoon wat van die adertjes. Kun je natuurlijk zelf helemaal je eigen idee ingooien. Maar belangrijk dat je ze niet gelijk heel dik maakt. Dus even kijken. Tissue. Daar. Ik zeg van nou, ik vind hem iets te... hoe noem je dat? Te rigoureus. Dan dep je hem een beetje weg. En dan blijf je dadelijk in de weerschijn toch heel mooi dat goud zien. Goed. Dat is maar even voor het idee, hè. Als ik hem nu in de hij is nog een beetje nattig, maar als ik hem in de camera hou, eens even kijken of je dat kunt zien. In de weerschijn. Even kijken. Ja, zo kan je hem beter zien. Zie je dat hier heb ik hem meer weggedept. Is die wat vlakker? Hier is die wat dekkender. Maar je ziet ze aan beide kanten, zie je een mooi glimmertje zitten. Dus heel leuk om met
of transparante iridiserende kleuren te werken. Ook erg mooi vind ik. Of met je dekkende goud of zilver of brons. Je kan daar natuurlijk helemaal je fantasie op loslaten. Goed, ik leg deze eventjes opzij. En ik droog hem even. Want dan gaan we over naar de bloem. Waar ben jij dol op, Ineke? Oh, friebelen, froezelen. Ja, ik verzin de woorden ter plekke soms. Sylvia de Bruin, kom eens achter dat gasfornuis vandaan. Ben je aan het kokkerellen, Sil? Of is Sil nog niet in beeld geweest? Heb ik ze gemist of was ze er gewoon nog niet? Ja, die gaat straks de filmpjes allemaal op de boot terugkijken als ze op vakantie is. Die hebben een hele hutkoffer mee. Jullie hebben zeker een hele grote boot. Want het was wel heel veel wat ze meeneemt. En dan lijkt het nog waarschijnlijk weinig. Ik ken dat wel. Dan ga je op vakantie. Voor mij een beetje lang geleden, maar goed. Tijd dat ik nog op vakantie ging. En dan ging ik lijstjes maken van, ja, ga ik nou wat meenemen of ga ik niks meenemen? Maar de ervaring leerde, als ik niks meenam, dan wilde ik wat doen. En als ik een heleboel meenam, dan kwam het er niet van. Dus het is altijd wat, hè? Maar je kan er beter om verlegen zitten. Of nee, beter mee verlegen als om verlegen, vind ik dan. Want ja, als je wat wil gaan doen en je hebt niks, dan is het toch wel heel vervelend. Dan heb je denk ik toch de neiging om een winkel in de buurt op te zoeken en wat te gaan halen. Eens even kijken. Ja, dat zal inderdaad wel. Ja, is herkenbaar, hè? Ja, absoluut. Ik leg dit even weg, want we zijn met de marmerstempel even klaar. En dan pak ik de stempeltool erbij en de bloemstempel. Nou, die zitten bij Penny Black ook altijd heel netjes verpakt tussen cellofaantjes. Een beetje bij elkaar houden. Zo. De achtergrond. Stempeltool. Hopske. En dan kijk ik eerst eventjes, want voor hetzelfde geld wil ik hem nog omdraaien, waar ik uiteindelijk de bloem wil hebben. Als ik hem hier heb, komt hij door dat donkere stuk heen. En als ik hem daar heb, dan kan ik er een beetje mee spelen zodat dit open blijft. Dus kijk, van tevoren kan je het ook bepalen natuurlijk, maar dat heb ik absoluut niet gedaan. Ik ben gewoon aan de slag gegaan. Ik dacht, we zien wel waar het uitkomt. Dus in dit geval denk ik dat hij mooier hieruit komt. Zit mijn goud daar? Maar ja, dat maakt niet uit. Ik kan er altijd nog een keertje onderop opzetten natuurlijk. Dus in dit geval denk ik dat we hem zo gaan doen. Goed, even kijken. Moet hij nog een stukje naar beneden, denk ik. En dan gaan we hem zo zetten. Ik wilde wel de blaadjes eigenlijk op. Dat hij er net zo langs valt. Een stukje blad. Of hij kan ook nog wat langer. Dus daar moet je een beetje mee rommelen, een beetje mee spelen. En dan eventjes aandrukken. Nou, dan heb ik in dit keer heb ik gekozen voor de Molotov Sketcher markers. Ik heb er in het begin, toen ik ze kreeg, heb ik er wat mee gedaan. Maar nog niet zo heel veel eigenlijk. En ik heb gemerkt, want ik heb er volgende keer zal ik ook met de Andy Skinner stempels mee werken, dat er wel hele mooie kleurtjes in zitten. Kleuren die je niet bij, ja, ik heb ook Tombow's, maar die ik niet in de Tombow's vind. En ze zijn natuurlijk nog heel sappig, om zo maar te zeggen, juicy. Want zo oud zijn ze nog niet en zo vaak ook nog niet gebruikt. Dit is kleurenkaartje wat ik er toen van heb gemaakt. En ik gebruik een aantal groentinten, zoals die hemp. En hieronder de hemp, ik zal hem even zo doen, dan zien jullie hem niet in beeld. De hemp light, maar nog makkelijker is dit eigenlijk. Kleurenkaart even weg, dit werkt wat handiger. De K400, de K405 en de K410. Drie mooie olijfachtige tinten. En dan heb ik gekozen voor de koraalserie. Dat is de R-serie. De Coral Light, Coral Middle, Coral. Rah, 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 coral. R065, dus 070, de 075. En de donkerste is de R115.
Dat is de sangria. Nou, lekker sangria. En in de achtergrond heb ik ook nog gekozen om een lichte tint te verwerken. Waarvan ik eigenlijk dat bruinige wel mooi vond. Dat vond ik mooi bij de achtergrond passen. Dus ik heb ook nog twee bruintinten gebruikt. En dat zijn de, even kijken, 460 en 465. En die heten de Sand Rose en de Terracotta Light. Dus dat zijn het verschil met Copic Markers. Dit is op waterbasis, Vero. Dus hier kunnen we lekker sprayen met water en doen. Het kleurproces met een alcoholmarker is ook anders. En ik betrap mezelf er vaak op dat ik denk, ik mis het werken met de alcoholmarkers. Dat doe ik eigenlijk veel te weinig. En zodra ik er dan mee ga werken, denk ik, oh wat leuk, wat is dat toch fijn. Maar over zo'n achtergrond is dat natuurlijk niet fijn. Daar moet je toch wel een andere, ja, andere techniek bij gebruiken. En hierbij zijn dit soort markers natuurlijk veel handiger. Je kunt denken aan Ecoline markers. Je kunt denken aan Tombow markers, aan zig. Kortom, er zijn natuurlijk heel veel markers op waterbasis. Maar deze zijn natuurlijk niet recent, maar zijn vrij nieuw, laat ik het zo zeggen. En ik vind ze heel erg fijn. Er zijn drie soorten punten. Ik heb gekozen voor de brushpunt. En er is een bulletpunt, dus meer een viltstiftpunt die harder is. En er is een blokpunt. Zou je er ook Ecoline? Jazeker, Ecoline brushmarkers, die kan je ook gebruiken. Dus eigenlijk een hele fijne, soepele punt. Maar niet slap. Hij is toch stevig. Het is gewoon fijne marker. Dus dit zijn de tintjes die ik ervoor gebruik. Maar het staat ook bij de materialenlijst. Hè? Goed. Dan gaan we hem even een klein beetje schuiven zo. En dan ga ik beginnen met, moet ik even goed kijken dat ik wel de goede pak. De R065, R070. Even zien hoor. Want soms zit er aan de achterkant zit natuurlijk een andere kleur. En ik heb ze niet allemaal gebruikt. Dus ik moet even in de gaten houden. Deze wel. Ik begin met de R065. Dat is de lichtste tint van deze. En dan ga ik gewoon de bloemetjes. En doe ik het niet met het puntje van de stift. Maar ik hou mijn punt hou plat. Zodat ik met de zijkant van de stift even de bloemen in kleur. Ik ga het niet heel precies doen. Want er zitten tussenin, en die kleur ik daarna nog, zitten ook takjes. En die worden uiteindelijk een beetje groen. Dus in het begin moest ik ook even kijken van wat is nou een blaadje en wat is een bloemetje. Er zitten hierboven zitten meer blaadjes. Dus je kan kijken van nou ga ik hiermee door voor een bloem of ga ik dat toch een blaadje maken. Dat kan je zelf een beetje bepalen, denk ik. Een beetje fantasie mag ook. Of gewoon, hoppakee. Hier zitten ook twee blaadjes. Dus die heb ik met rust gelaten. En daar steekt ook nog een blaadje uit. Dus dit heb ik allemaal als bloemetje genomen. En deze ook nog. Hoppakee. Goed. Dus dit heeft nu even, als het goed is, een tintje. Dan ga ik hem met de waterspray ook weer een nevel over zijn kopje geven. Even een beetje water geven die bloemen. Zo. En dan ga ik hem erop zetten. Even kijken. Oké. Nou, de kleur staat erop. Ik pak nu even. Want je ziet best wel wat soort van kleine plasjes hier liggen. Daar is die wat natter geweest. Ik doe hem even voorzichtig afdeppen. Want we gaan toch met verschillende laagjes. Ja, dat is goed hoor, Miranda. Fijne avond nog, hè. We gaan toch nog laagjes eroverheen zetten. Wat ik doe is even de stempel ook eventjes, want ik heb hem natuurlijk nat gespreid, eventjes afdeppen. En dan ga ik even naar die lichtste tint groen. Dat is die K400. Dat is de Hemp Light. En dan ga ik eventjes de blaadjes pakken. Dus hier hadden we een blaadje wat uitstak.
En dan heb je van die takjes hier. Nou, en dan is het fijn als je natuurlijk een puntje eraan hebt zitten. Dan is dat met een blokpunt niet zo fijn. De bullet, die hardere punt, zal daar ook prima voor zijn. En voor de grotere vlakken is dan de brush weer fijner natuurlijk. Maar in principe kan die brush eigenlijk alles, omdat er toch een mooi fijn puntje aan zit. Nou, dit is het bovenste gedeelte nu, maar tussenin zitten ook die kleine takjes. Je kan het weglaten. Je kan zeggen, nou, ik vind dat zo klein, dat is niet de moeite waard. Ik geef dat verder geen groen kleurtje. Maar ik had ervoor gekozen om dat wel te doen. En ook dan geeft hij weer even een heel klein spreetje op. Nou, bovenaan zie je hem natuurlijk sowieso goed. Ik ga hem nog even, want ik moet hem toch een stukje verder trekken. Even zien. Dus deze. Even hier de tak nog. Oké. Dus een klein stukje vergeten hier. Nou, tussenin zie je het al wel een beetje. Maar nogmaals, er komt dadelijk nog wel een extra laagje op. En dan kunnen we hem eventueel ook nog wat donkerder maken. Dan pak ik die tweede tint groen. En dat is die 405. En dan geef ik een beetje een schaduwtintje aan de blaadjes. Nou, in principe zou dat schaduwtintje aan de onderkant hier moeten komen. Dus ook hier van het blad komt hij aan die onderkant. Hier een beetje dat donkerdere kleurtje. Kan je natuurlijk ook weer rechtstreeks op je kaart aanbrengen. Maar in dit geval vind ik het leuk omdat we deze techniek doen om dat gewoon hier bij de stempels te doen. Beginstukje van de blaadjes maak ik ook een beetje donkerder. En ook weer even een heel klein neveltje. En ik zet hem er weer overheen, dat hij net even wat meer schaduw krijgt. Ik zit even naar deze te kijken. Die mist hier nog iets, zie ik. Oké. En dan kun je ook tussentijd natuurlijk eventjes, stel dat je een beetje een rare vlek of wat dan ook krijgt, kun je natuurlijk met je waterpenseel, kun je dat prima eventjes bijwerken als dat nodig is. Ik ga nog even verder met de bloem, want die mag natuurlijk wat nadrukkelijker zijn, want dat is een bloem die op de voorgrond zit. Dus ik ga daar nog even mee verder met even kijken, de R70. Die is nu wel aardig. En dan zoals bij die knopjes, of een beetje soort van knopjes, geef ik hem eigenlijk in het begin alleen maar even een beetje en wat donkerders. En dat doe ik bij die bloemen die openstaan. Doe ik dat eigenlijk in het hartje. Dus alleen in het hartje even die wat donkerdere kleur. Maar nogmaals, dat is de tweede tint. Er komt straks nog steeds een kleurtje overheen. Een klein beetje vochtig. Een klein beetje water. Waar staan we? Ik nog even terug. Als het goed is, heb ik in het begin van de chat heb ik een link gezet, volgens mij. En ik heb in het evenement zelf, als je daar naartoe gaat, dan moet je discussie aanklikken. Je hebt een knopje info, knopje discussie. Als je discussie aanklikt, zie je mijn berichten. Daar heb ik ook de losse foto's in gezet. En daar staat ook mijn berichtenlijstje. Dus daar kan je eventjes nog kijken. En je kan natuurlijk gewoon op de website. En die link staat in het begin. Als alles goed is gegaan, tenminste. Daar ga ik wel vanuit. Zo, nog even een paar. Iets wat donkere. Nou zie je wat meer gradatie in kleur ontstaan. Nou, als je op een gegeven moment zegt van ik vind het nog niet nadrukkelijk genoeg, dan pakken we de R075. Moet ik altijd even goed kijken welke het is. Dat is deze. Ik moet zeggen, het zijn hele fijne stiften, maar op sommige kleuren is de print lastig te lezen. Dan moet je hem echt een beetje in het licht houden en je goede bril opzetten. Want anders is het helemaal niet te doen. Dan is het soms een beetje lastig. En dan kun je natuurlijk voor kiezen om met stickertjes te werken.
een stickertje met nummertjes op de bodies te zetten. Heb ik niet gedaan, maar dat zou natuurlijk kunnen. Maar daar ben ik dan weer te lui voor. Dan denk ik, ja, dat duurt weer zo lang. Alles stickeren, alles doen. Daar gun ik mezelf dan eigenlijk geen tijd voor. Oké, ik maak hem weer eventjes nat. En nu zie je heel duidelijk die donkerte ontstaan. Dan zou je zeggen van, heb je dan per se die tussenkleur nodig? Nou ja, misschien ook niet. Ik zit even te kijken, ik mis hier nog een klein beetje een tipje. Zou je ook rechtstreeks kunnen doen, maar dat moet je wel mooi voorzichtig mee zijn, dat het niet te veel uitvloeit. Ik mis hier ook nog een eentje die ik niet gehad heb. Dan zie je als je zo een stipje neerzet, is het een beetje statisch. Dus dan is het leukste om het een beetje met water uit te werken. En dat werkt eigenlijk, vind ik, als je het rechtstreeks op de stempel doet, vind ik dat eigenlijk het mooiste. Dan krijg je een wat natuurlijker effect als dat je het met de hand aanbrengt. Goed. Nou, hij zou eventueel nog donkerder kunnen, maar dat laat ik denk ik maar even voor wat het is. Daar hebben we die R115 volgens mij had ik daarvoor. Even kijken hoor, het is de 80 en de 75. Of hebben we die nou gehad? Ben ik in de bonen? Ja, 115 hebben we wel gehad. Ik ben in de bonen. Goed, de eerste die staat erop. En dan kijk ik eventjes van, zitten alle bloemen zoals ik ze hebben wil? Nou, ik vind deze een beetje aan de lichte kant. Dus wat ik doe is even nog terugpakken naar die R0. Even kijken hoor, dat ik het goed zeg. R075. Nee. Dat is te donker. Deze moet ik hebben. Deze. De R. Oh, dat is mijn wekker al, jongens. Even wachten hoor. Stop. Wekker stop. 070. Die moest ik hebben. Deze bloem, die grote bloem, die zit hier in het midden. Oké, nou zien we hem duidelijker. Dus die hebben we er eventjes extra tussen gezet. Dan gaan we over op de achtergrondbloem. Ik maak hem heel even schoon. Je kan het natuurlijk met één laag houden. Als je zegt van, nou ja, ik wil juist eigenlijk mijn marmer beter zien. Dan kun je ook nog zeggen van, ik zet er maar één bloem op. Maar ik vond het juist leuk om een beetje met verschillende laagjes te werken. Dus zowel daarboven, hier, als aan de andere kant. Ik zet hem even ietsje naar beneden. Even kijken of we het halen zo. Nou, gaat niet helemaal. Gaan we hem nog iets verschuiven. Hupsakee. Oké, pakken we deze een stukje. Even kijken waar ik de kaart heb. Hier. Nou, die aan de linkerkant heb ik hem nog met roze gedaan. En aan de rechterkant heb ik gekozen voor een beetje de bruinige tint. Kortom, ook daar kan je natuurlijk een beetje mee spelen. Ik pak die 070 weer en ik ga gewoon eventjes wat sneller. Ik ga me niet haast hoor, maar ik doe het even ietsje sneller. Eventjes dat stukje hier. Ik let even niet op groene blaadjes. Even nat sprayen. En ik dek hem weer eventjes zo weg. Nou, dan is die al mooi licht op de achtergrond. Die laat ik even zo. Ik ga dat groen er niet meer tussen zetten. Dat zou je kunnen doen, maar dat doe ik in dit geval niet. En dan pak ik hem even van de andere kant. Dit stukje. En voor de layout vind ik het dan het mooist als ze een beetje verschillen in lengte. Dus dat die niet precies op dezelfde hoogte als die staat of die op dezelfde hoogte als die. Maar dat die er net eventjes, dan zit ik hier precies met dat goud natuurlijk. Want als ik hem hier zet, nou ja, oké, dan zit hij een beetje op dezelfde hoogte. Maar als die een beetje van het papier afloopt, is dat ook niet zo erg aan die kant. Oké. Goed, dan pak ik de bruintint.
met twee van die mooie kleurtjes. Dan hebben we de 465 en de 460. Dus ik begin met de lichtste tint. En dan kijk ik even, want ik hoef hem niet helemaal te beinkten. Dit stuk heb ik even nodig. De rest valt er buiten. En ook die pak ik gewoon even helemaal in die kleur. En we zien zelf wel of we wat gemist hebben. Dat vullen we dan wel weer aan. Klein beetje vochtig ook. Oké, deze eventjes een beetje afteppen. Dan pak ik even die ietsje donkerdere kleur die aan de andere kant zit. En dan geef ik even wat accentjes. Even kijken hoe die uitpakt. Yes. Even nog wat hier. En wat daar. Oké. Dan krijg je er net even wat meer kleurtjes in. Goed. Nou, ik denk dat die op zich goed is zo. Dat ik hem niet per se nadrukkelijker wil. Dan had ik in mijn andere... Ik zit even te kijken op de kaart zelf. Hier heb ik wel groen aangegeven, maar nogmaals... Is geen must. Ik vind hem eigenlijk zo ook wel mooi. Dan wordt hij heel teer in één tint op de achtergrond eigenlijk aangegeven. Is eigenlijk prima zo. Goed. Halen we deze even af. Die kan even daarheen. Ik doe hem heel even drogen. En dan laat ik nog even zien hoe ik de rest heb aangebracht van de accentjes. Even zoeken. Ik ben mijn sheetje weer kwijt. Vinden we dadelijk wel. Hoppakee. Die even hierheen. Nou, eventjes een lichte droging eroverheen. Zo. Ja, is mooi teer, hè? Het geeft, ja, ik vind sowieso... Ik kan nog mijn foto's opzoeken van mijn andere marmerachtergronden. Is misschien wel leuk om dat erbij te zetten. In verschillende kleurstellingen. Dan heb je ook een idee een beetje van andere tintjes en andere inktjes en zo. En je ziet hier van alles liggen, ook een tandenborstel. Nou, wat ik leuk vind sowieso altijd is om met acrylinkt of witte gouache even wat accentjes aan te brengen, wat te spetteren met goud. In dit geval wel leuk omdat er ook wat goud... Het is wel leuk, want je blijft het toch zien. Ook al heb ik er overheen gestempeld. Je blijft toch het goud nog zien. Dus dat is eigenlijk wel leuk. Dit is de lichtgoud van de Amsterdam. Je hebt ook een donker goud. Kortom. En op een gegeven moment worden die dingetjes vies. Als je het niet goed schoonmaakt. En dan krijg je ze natuurlijk niet goed meer dicht. Dus altijd belangrijk om even die schroefsluiting of die dop een beetje schoon te houden. Ik geef hem altijd een beetje water erbij. Waarom? Acrylinkt is natuurlijk een beetje, hoe zal ik het zeggen, draderig, dikker. En als je dan gaat spetteren in de pure acrylinkt, dan willen er nog wel eens van die, ja, hoe zal ik het zeggen, van die draden aankomen. In plaats van dat het spettertjes zijn. Gewoon even met een oud penseeltje. Ik doe me altijd even voorspetteren. En dan ga ik eventjes over die... achtergrond heen. Tenminste in ieder geval waar de bloemen zitten. Hé, hey Sonja, ik had jou nog niet gezien. Ha, Liz, hoi. En Annemiek. Ik heb niet iedereen krijg ik altijd te zien in beeld natuurlijk. Daar heb ik ook niet altijd erg in hoor. Een beetje goud. Want een beetje goud past hier wel mooi bij. Een beetje aan die onderkant zo. Een beetje aan de bovenkant en een beetje daar zo bij de bovenin, bij die groene tak. Oké, nou, dat zie je eigenlijk daar het mooiste als die opgedroogd is. Met een penseel krijg je natuurlijk altijd wat grovere spetters. Als je nou zegt van nou ik wil juist wat kleinere spetters, dan is dat met een tandenborstel ideaal.
Dan hoop ik dat hij nat genoeg is door dat goud. En dan gewoon even met je vinger eronder. Dan zit er niet zo gek veel inkt meer in. Ik zal even het wit pakken. Daar zit wat meer. En dan is de nevel van spettertjes die je krijgt is veel fijner natuurlijk. Dus altijd je oude tandenborstel, niet allemaal natuurlijk, maar wel een aantal bewaren, want dat is altijd erg handig. Ik doe hem even drogen, dan kunnen jullie het in het licht even goed zien. En dan ga ik nog even laten zien hoe ik die leuke dauwdruppeltjes erop heb gezet. Want er zijn natuurlijk verschillende manieren om dat te doen. En ik had aan Marianne gevraagd of ze die wilde bestellen. Ik was vroeger helemaal verzot op die Viva perlenpennen. En dan de Transparent Magic. En daar kun je zulke leuke dauwdruppeltjes mee zetten. Maar in de eerste instantie, als jullie hem hier goed van dichtbij zien, dan zie je ook wat, ja, hoe zal ik dat zeggen, wat meer glasachtige druppels erop zitten. Dat zijn die van, even kijken hoor. Ik heb het papiertje ergens hier gelegd. Even zien. Deze moet ik hebben. Even in de grabbelbak. Dat zijn deze van Crafts. Dress My Craft. Hè? Het is iets met craft. Dress My Craft. En ik heb gekozen voor het zakje waar dan verschillende maatjes in zitten. Dus van heel klein tot grotere druppels. Nou, die zijn natuurlijk een beetje glasachtig, om het zo maar te zeggen. Dus die zijn vrij duidelijk te zien. En dan heb ik wel de kleinste genomen. Dat vond ik het mooiste. Want je hebt natuurlijk ook die grotere maten. Maar dat vond ik wel heel erg, ja, groot. Ik denk als je een mooi groot blad maakt of zo, dat dat wel leuk is. Maar echt voor dit vond ik eigenlijk dit het mooiste. De kleinste maat. Er zijn ook zakjes waar alleen de kleintjes in zitten. Die zijn er ook. En dit soort dingen, ja, gebruik ik eigenlijk altijd wel ergens bij. Met natuurdingen en dauwdruppels en zo. En hoe ik ze dan erop zet is gewoon even met tipje lijm. Ik heb hier nu de Dutch Double Doo, maar dat kan van alles zijn. Hard glitter glue of wat je fijn vindt om te werken. Maar wel wat natuurlijk transparant opdroogt. Even kijken, komt hij eruit? En dan zoek ik even een beetje een groter bloemblaadje. Ik had er eentje hier op een blad zitten. En waar zullen we er nog eens eentje doen? Even kijken hoor, hier ergens. Oké. Zoek. En daarvoor is het natuurlijk belangrijk dat de lijm eronder transparant opdroogt. Dat je geen witte vlek krijgt natuurlijk. Zo. Nou, en dan de tweede, dus de manier waarop ik het eigenlijk altijd deed, is de perlenpen Magic Transparant van Viva. Je zal ze ongetwijfeld van andere merken hebben, maar ik heb in het verleden ook wel met... Hoe heette die? Die andere flesjes. Oh, deze. Wacht even. Nuvo, de Dream Drops, Dew Drops, wat dan ook. Daar zullen ze ongetwijfeld ook wel een transparante in hebben. Maar die vond ik lastiger aanbrengen. Ik vind deze van de Viva ontzettend fijn. Want je drukt en je krijgt gewoon gelijk een mooi bolletje. Je krijgt geen gekke tuutjes eraan. Kortom. Ik moet ook niet te veel doen natuurlijk, maar ik wil het jullie even laten zien. En die moet natuurlijk even drogen. Die krijgt gewoon een mooi bolletje. Ik ga even kijken als ik hem omhoog hou of jullie dat goed kunnen zien. Even zien. 10-10. Hij is nu natuurlijk nog niet transparant. Maar zodra die opgedroogd is, is die ook transparant. De bolletjes die hier zitten, die zijn natuurlijk net iets helderder. Want als je kijkt naar deze, zie je hier de bolletjes natuurlijk die ik uit het zakje heb gehaald. En hier zie je het bolletje van de Viva.
En die neemt meer nog de kleur die eronder zit aan, eigenlijk. Hij is misschien net iets natuurlijker, ik weet het niet. Ik vind ze allebei leuk. Het is leuk om te combineren in ieder geval. Dus dat heb ik gebruikt. Als afwerking, de meeste van jullie kennen dat inmiddels wel hoe ik dat doe. En ik heb er een goud randje aan gemaakt. Ik gebruik daar altijd zo'n dikke. Die staat niet in de materialenlijst volgens mij. Zo'n dikke acrylmarker van de Posca met zo'n blokpunt. Altijd even goed activeren dat er verf uitkomt. En dan ga ik voorzichtig langs de rand van mijn papier. Nou, heb je nou bijvoorbeeld een hele donkere kaart of gedeeltelijk donker, dan vind ik dat leuk om dat bijvoorbeeld met wit te doen. Of zoals met die koele kleuren van de andere kaart, doe ik het bijvoorbeeld met zilver. Kan je ook met embossingpoeder, zou dat ook kunnen, maar dat is altijd wat meer werk natuurlijk. En dit is snel. En dan heb je gewoon een leuk goudkleurig randje eraan zitten. Voor degene die het eventueel willen weten, dat is de PC8K Posca. Nou, die heb ik eigenlijk in zwart, wit, zilver, brons en goud. Dat is eigenlijk genoeg, vind ik. Je kan ze natuurlijk alle kleuren van ja, grotendeels van de Posca krijgen. En dan lekker laten drogen. Nou, en als ik hem dan opzij hou, zie je zo heel mooi die gouden adertjes doorlopen. Gewoon hartstikke leuk. Gouden spettertjes, witte spettertjes. Nou, die vallen in dit geval een beetje weg, denk ik. Maar tekstje erop. En hij is klaar. Kortom, ze worden allemaal anders. Want de een, daar zitten wat meer adertjes in en de ander wat minder. Ik heb hier wat meer, denk ik, gedaan en hier wat minder. Maar ja, dat is met natuursteen ook, hè, met marmer. Het is ook allemaal anders. En bij deze, mochten jullie de kleuren nog willen weten van de markers, ik heb ze nog gebundeld hier liggen, dan kan ik dat nog eventueel doorgeven. Maar dat hoor ik dan wel. Die heb ik ook met de Molotovs gedaan. De ondergrond heb ik hier met de Lost Shadow gedaan. De Hickory Smoke, Mild Lavender en de Shaded Lilac. Dus dan krijg je echt een cool geheel. En dan heb ik hem met zilver gespetterd. Ook een zilver randje eraan gemaakt. Dat is echt de zilveren, de coole kaart, zeg maar. Kortom, leuk om te doen. En vooral met dat marmer om daar lekker mee te gaan spelen. Nou, lieve allemaal, ik ben natuurlijk weer veel te lang bezig. Ik weet niet eens hoe laat het nu inmiddels is. Oh, valt mee. Ik ben maar een kwartier uitgelopen. Ik hoop dat jullie er wat van geleerd weer hebben. En mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust, hè. Je kan me altijd een berichtje sturen of in de chat iets zetten. Ik kijk hem dadelijk ook nog even na de chat. En dan kijk ik nog of ik nog wat moet antwoorden. Nou, er komt een live aan met de stempels van Andy met mijn kaarten die ik de laatste tijd geplaatst heb. Ik heb hem al gepland. Ja, ik heb hem nog niet erop staan. Maar ik ben even de datum kwijt. Over 2 weken op een woensdag, geloof ik. Maar jullie zien hem wel verschijnen. Allemaal een fijne avond. En nou, geniet van onze ontzettend leuke hobby, hè. Die maakt het leven toch wel een beetje leuker. Okido, dag allemaal. Doei doeg.